wel. Je kan wel wat kijken, maar het is best wel koud buiten. Dus ik denk dat je beter niet te lang buiten kan zijn. En ja, ik was ook een beetje ziek geweest. Dus ik dacht, blijf gewoon rustig en niet te veel doen. Ja, zeker. Je moet het telkens aanpassen aan waar je naartoe gaat. En, maar daar denken ze goed over, denken begeleiding goed over na. Dus dat is allemaal geen probleem. Ting ting la zu ni de shou. Feng li yu li xie xie jiao, bie zai zong. Hoi. Ja, toch een beetje, een klein beetje vreemd. Want het is laat voor een schaatser, voor een sportman, sportvrouw, om op te staan en te gaan ontbijten. Ja, zeker. We mogen een beetje uitslapen, dus dat is eigenlijk best lekker. Hoe laat is het? Het is nu 10 uur. Wat staat er op het menu? Nou, dat zal ik eens even laten zien. Let op! Nou, meestal ontbijt ik met een treetje yoghurt. Nou, zoals je ziet hebben we genoeg muesli bij ons voor 2 weken. Dat is uit Nederland meegenomen? Dat is uit Nederland meegenomen. Moet je nog bijbetalen of niet? Nee, viel allemaal hartstikke mee. Ze waren allemaal hartstikke aardig. Een paar uur tijdsverschil dus. Houden jullie daar expres rekening mee, omdat je niet 7 uur de klok bij wil draaien? Ja, zeker. Er zit gewoon wel weinig tijd tussen de World Cups en het NK. Dus we willen eigenlijk gewoon meteen door trainen. Ik kan nergens die activia-yoghurtjes vinden. Nou, dat is leuk, kijk. Want ik heb hier de Chinese activia. Oh, wat is mooi. Nou, goed zo. Middagdutjes, zijn die uit de boze? Nou, ik had gisteren wel een lekker middagdutje gedaan, maar mocht van Sikko, dus... Middagdutjes eigenlijk niet uit Den Bosch, normaal toch wel? Ja, normaal gesproken wel, maar nou, als het maar niet... Kijk, we zijn hier nu een week ongeveer, dus dan kan het in principe wel. Maar als je inderdaad gewoon strak in die tijdzone wil blijven, die wij bedacht hebben, ja, dan moet je niet gaan slapen. En zeker niet rond de tijd dat je je wedstrijd rijdt. Heb jij nu ook in Japan vorige week en nu in China ook nog een paar leuke dingen meegemaakt onderweg? Want dat zijn ook de dingen die naast het schaatsen gebeuren misschien. Ja, zeker. We zijn met de hele groep en het is gezellig. Dus we vermaken ons prima hier en het is hartstikke leuk om hier te schaatsen. En hoe ging die? Ja, ging wel goed hoor. Wat moest je doen van de hoofdcoach Sikko? We moesten wat rondjes rijden en een 100 metertje en nog een paar rondjes uitrijden. Nu in China. Je hebt 4 jaar geleden in China een wereldbeker gewonnen. Moet je daar aan denken? Nee, eigenlijk niet. Het is een andere baan en dit is een nieuwe wedstrijd. Dus je bent gewoon met die wedstrijd bezig en niet met het verleden.